Welkom in Theater en Filmhuis Dakota, het theater in Zuidwest Den Haag, stadsdeel Eskamp. En u bent hier nu bij het bedrijfsverzamelgebouw Zuid 57, waar Theater Dakota samen met nog een heleboel andere partijen ingevestigd is. Theater Dakota is in 2009 is het eerste initiatief of het idee ontstaan. Voor het oprichten van een theater in Zuidwest Den Haag. Want ja, de beetje Hagenaar, Hagenees die dit gebied kent, die zal weten dat er niet zo heel veel cultureel te doen is in dit stadsdeel. Jette Kleinsma was toen wethouder van cultuur, na haar termijnen als wethouder van welzijn. En eigenlijk is de planvorming toen begonnen. Er is toen een plan geschreven, er is geld gevonden, er is een pand gevonden. Samen met Vestia, hè, want het pand waar we hierin zitten is helemaal van Vestia. En Dakota huurt daar meerdere ruimtes in, waaronder deze prachtige theaterzaal. Daar is helemaal gerenoveerd, er zijn plannen voor gemaakt. Er is enorm veel in geïnvesteerd met het stadsdeel, met de afdeling cultuur, met DSO en Vestia en de initiatiefnemers van Theater Dakota, mijn voorganger. Op vrijdag 12 februari aanstaande hebben we Lilian Vieira en band. Dus als u zich wil onderdompelen in Braziliaanse warme zomerse klanken, dan bent u van harte welkom in Theater Dakota. Maar onze voornaamste ambitie is dus dat we ons richten op dit gebied, of dit deel ook van de stad, met al haar diversiteit, met al haar verschillende bewoners van jong tot oud. En dat doen wij dus onder andere door het aanbieden van een theaterprogrammering wat aansluit bij de bewoners. Dat doen we door heel erg stevig in te zetten op cultuureducatie. We werken veel samen met scholen, onder andere met schoolvoorstellingen, maar ook met vakantieprogramma's. En we werken samen met wijkbewoners als het gaat om het samen maken van programma's. Dat wij zijn nog gewoon een heel jong bedrijf en wij zijn eigenlijk opgericht net voordat de nieuwe subsidieronde er was. En wij hebben nog niet zo heel veel last gehad in die zin, omdat we nieuw waren van die enorme bezuinigingen. Kijk, tuurlijk hadden we misschien wat meer geld gekregen, hè, als er geen bezuinigingen waren geweest. Maar we hebben het gewoon gedaan met datgene wat er was. En omdat we nieuw zijn, ja, zit er automatisch een groeicurve in. En dat zie je ook gewoon heel erg terug in onze bezoekersaantallen, want die zijn de laatste 3 jaar gewoon heel erg gestegen. Dit is dus de studio van Theater Dakota. Dit is onze kleine zaal. En iedere vrijdagochtend hebben we hier om 9:30 de Ukkie-concerten. Dus dat zijn concerten voor de allerkleinste en ouders. Muziek maken, zingen, dansen. Maar we hebben hier ook een theateraanbod. Bijvoorbeeld de reeks Het Amsterdam van Ramses Shaffy of Lisbeth List. Dus deze ruimte is zeker 2-3 keer per week ook bezet door gewoon vergaderclubs. Ik ben begonnen in 1999 bij Popcentrum Bazaard aan de Loosduinskade. Dat bestaat inmiddels niet meer, dat is opgegaan in het Haags Popcentrum. Daarna heb ik een paar jaar gewerkt bij Stichting Mooi, welzijnswerk in Laak en in Eskamp en in Zoetermeer. Ook gaan werken bij het Diamanttheater in Mariehoeve in stadsdeel Haagse Hout, helemaal aan de andere kant van de stad Den Haag. En ja, zo ben ik uiteindelijk met mijn ervaring op het gebied van kunst en cultuur, van theater, van projecten en de wijken in Den Haag, ben ik hier terechtgekomen. Op zaterdag 20 februari aanstaande zijn we vereerd dat Carzu Domes ons theater weer komt verblijden met haar komst. Zij is echt een fantastisch, prachtig talent. Jonge Turkse, Nederlandse zangeres. En ze betovert iedereen. Dus dat is mijn tip voor de maand februari.
Nou, het succes van Theater Dakota is eigenlijk mede te danken aan de theaters en organisaties en culturele instellingen, maar ook sociale instellingen met wie we samenwerken. Niet alleen in Eskamp, maar ook echt in de hele stad Den Haag. Zo maken we afspraken en samenwerkingsafspraken overeenkomsten met bijvoorbeeld het NT Jong, dus het Jongeren- en Kinderengezelschap van het Nationale Toneel. Maar we werken ook samen met de cultuurankers, dus de theaters zoals het Laaktheater, Diamanttheater, Theater de Nieuwe Regentes en De Vaillant. En daarnaast werken we ook samen met het sociale domein. We hebben prachtige Big Band optreden gehad op 27 september 2015. Een project van Florent Zorgcentra hier aan de Loevesteinlaan in het stadsdeel. Met allemaal ouderen die dus in een Big Band speelden. Theater Dakota is een stichting. En wij werken met een raad van toezicht model. Naast dus de directeur werken we hier met een team van ongeveer 12 mensen. Allemaal part-time, verdeeld over allerlei taken. Samen met 30 vrijwilligers. En die vrijwilligers ondersteunen ons met de gastheer- en gastvrouwfunctie. Zij heten de mensen welkom, zij scheuren de kaartjes, zij doen de informatievoorziening. Ja, en dat is onze gouden kracht. Op zondagmiddag 21 februari hebben we ons vaste duo Verrek en Plezier weer met een zondagmiddag talkshow. Dus als u zich wil laten verrassen door korte lezingen, optredens, vertellingen, boekpresentaties, onder het genot van een wijntje en een drankje, dan bent u 's middags vanaf 4 uur van harte welkom. Het zadel voelt wat smal nu en de racebroek zit te krap. Mijn behaarde bleke benen zijn geheel gevuld met pap. Maar wanneer ik even doortrap, zal het sneller beter gaan. Je weet, blind optimisme is de grond van ons bestaan. Op de fiets, onderweg van iets naar iets. En ik rij mijn eigen koers, ja wees op mij nou maar jaloers. Want ik fiets, ja ik fiets. En verder hoef ik niets. Ik trap en zoeg en puf en pries. En dat is de voorjaarsvakantie. En dan hebben we een hartstikke leuk aanbod voor de kleintjes. De krokuscarousel, dat doen we samen met een paar theaters. We hebben een hele mooie zeehelden dansvoorstelling op de vrijdagmiddag. We staan hier bij de ingang van onze filmzaal. Die is te donker om te kunnen filmen op dit moment. Maar het aanbod wat we samen dus met het Filmhuis Den Haag hier presenteren, dat is iets toegankelijker dan op het Spui. We draaien hier iedere week van dinsdag tot en met zondag 3 filmtitels. En het aantal vertoningen van die 3 filmtitels samen is ongeveer 16 tot 18 films. 1 is er altijd de kinderfilm, dus die draait op woensdagmiddag en in het weekend. En we draaien dan 2 volwassene titels. Co-founder Steven Jobs. Steve Jobs is returning to Apple. 2 most significant events of the 20th century. The Allies win the war and this. Ladies and gentlemen, Steve Jobs. Ik sta nu in het café Zuid 57. Het café verzorgt ook alle horeca rondom de activiteiten van Theater Dakota. Dus hier kunt u terecht vanaf 's ochtends 10 uur voor een heerlijke bak koffie, een lunch, een drankje rondom de voorstelling of een hapje eten vooraf aan de avondvoorstelling of avondfilm. De slogan van Theater Dakota is theater dat blijft hangen. En dat hebben we bewust gekozen. Niet alleen in de vormgeving, zodat u het aan de deurkruk kunt hangen. Dat u ons programma al dichtbij heeft. Maar ook dat we hopen dat wij zo'n fijne ervaring of een avondje uitgeven. Dat die ervaring blijft hangen en dat u nog een keertje terugkomt. Samen programmeren met de bewoners, dat doen we nu een klein jaartje onder de noemer Eskamp Presents met een adviesgroep. Die adviesgroep, dat is een groep van een Turkse achtergrond, iemand van Marokkaanse achtergrond.
een actieve wijkbewoner hier uit de nabije omgeving, een Hindoestaans-Surinaamse achtergrond. En samen met hun programmeren we gedurende het jaar een aantal avonden onder de noemer Eskamp Presents. Dus dan is het en een podium voor mensen uit Eskamp, of het is iets wat heel erg aansluit of waar behoefte aan is, hè, vanuit de achterbannen van de verschillende groepen waarmee we samenwerken.